En zo komen de paarden dan richting laatste rechte lijn. Nog 600 meter te gaan in de Action Squatter prijs. En de paarden bereiden zich voor op de eindstrijd met Dancing Shadow, die het veld nog altijd aanvoert. Dancing Shadow op de tweede plaats, dan Daddy Cool. Dan Diane Cunera aan de buitenzijde, komt Bizarre Zandbergen met veel machtsentoon naar voren. En zo zijn we dan in de laatste 400 meter. Bizarre Zandbergen neemt de leiding over. Dancing Shadow heeft het beste gegeven. Die ligt nu op dit moment op de tweede plaats, maar staat op het punt overvleugeld te worden door John de Leeuw, die met Cocktail Holderson sterk naar voren komt. En zijn beurt ook Bizarre Zandbergen het moeilijk gaat maken. En zo zijn we dan in de laatste meters. En het is aan de buitenzijde, aan de kop, Cocktail Holderson met John de Leeuw. En die wint het op de tweede plaats. Bizarre Zandbergen, dan Dancing Shadow, Dora de Legume. Dan volgt Andrea Starlake met verderweg in het veld, dan Diane Cunera, Zep de Legume, Calypso Bravado, dan Daddy Cool en Arvid Boko. Dames en heren, de uitslag van de zesde koers is officieel. Koers werd gewonnen door nummer 9, Cocktail Holderson. Kilometertijd 1.21.3. Tweede geplaatste nummer 8, Bizarre Zandbergen. Derde de 2, Dancing Shadow. Vierde de 1, Dora de Legume. En vijfde de nummer 10, Andrea Starlake. 9.82.1.10 officieel. Dames en heren, de bloemen zijn in ontvangst genomen. En ik vraag graag uw aandacht voor de winnaars. Cocktail Holderson, John de Leeuw. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de eerste gasdraverij van vandaag. De Action Squatter prijs. En het is na de start Daddy Cool die de leiding neemt. Met aan de binnenkant Dancing Shadow. Daddy Cool, Dancing Shadow. Tezamen Dancing Shadow nu een lengte voorsprong op Daddy Cool. Op de derde plaats volgt Zep de Legume. En op een lengte Diane Cunera. Aan de buitenzijde komt Andrea Starlake naar voren. Aan de binnenzijde daarachter hebben we dan Dora de Legume. En die wordt gevolgd door niemand minder dan Cocktail Holderson. Daarachter volgt dan Arvid Boko en verder weg in het veld Calypso Bravado. Mededeling voor de studenten op de grasbaan. Wilt u daar weggaan? Wilt u op de Sintelbaan plaatsnemen? Niet te dicht op de paarden. Graag dus op de Sintels, op de zandbaan. Dank u wel. Misschien dat een baancommissaris dit even kan begeleiden. Dank u. Paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde. En het is aan de kop Dancing Shadow. Dancing Shadow heeft een lengte voorsprong. Daddy Cool op de tweede plaats. Daarachter volgt Diane Cunera. Aan de binnenzijde volgt Zep de Legume. Dan Dora de Legume, Andrea Starlake, Bizarre Zandbergen. Verder weg in het veld is het dan Cocktail Holderson. Die wordt dan gevolgd door Arvid Boko en Calypso Bravado aan de start van het veld. Nog altijd Dancing Shadow die de kop heeft als de paarden zo dadelijk eindigen. De overzijde komen. Dancing Shadow een lengte voorsprong op Daddy Cool. Diane Cunera met Zep de Legume. Die liggen 3 en 4. Daarachter Andrea Starlake met Dora de Legume. Dan Bizarre Zandbergen. Die gevolgd wordt door Cocktail Holderson. Dan Arvid Boko en Calypso Bravado. Paarden gaan de laatste bocht in. En het is nog altijd Dancing Shadow met Barry te pas die het commando heeft. Dancing Shadow heeft een lengte voorsprong. Aan de buitenzijde komt nu Diane Cunera naar voren. En dat lijkt de serieuze aanvaller te worden. Nu in derde stelling Daddy Cool. Andrea Starlake heeft ook zijn laatste woorden nog niet uitgesproken. En zo komen de paarden dan richting laatste rechte lijn. Nog 600 meter te gaan in de Action Squatter prijs. En de paarden bereiden zich voor op de eindstrijd met Dancing Shadow, die het veld nog altijd aanvoert. Dancing Shadow op de tweede plaats, dan Daddy Cool. Dan Diane Cunera aan de buitenzijde, komt Bizarre Zandbergen met veel machtsentoon naar voren. En zo zijn we dan in de laatste 400 meter. Bizarre Zandbergen neemt de leiding over. Dancing Shadow heeft het beste gegeven. Die ligt nu op dit moment op de tweede plaats, maar staat op het punt over
vleugel te worden door John de Leeuw, die met Cocktail Holderson sterk naar voren komt en op zijn beurt ook Bizar Zandbergen het moeilijk gaat maken. En zo zijn we dan in de laatste meters. En het is aan de buitenzijde, aan de kop, Cocktail Holderson met John de Leeuw, en die wint het. Op de tweede plaats Bizar Zandbergen, dan Dancing Shadow, Dora de Legume, dan volgt Andrea Starlake met verder weg in het...